Ik heb hier een nieuwe tag voor jullie. Het is een ducky. Doe maar even met je tag en dan ga ik jullie weer lekker mijn dingen bespreken over mezelf. Goed, en wat draag je? Draag nu, ik weet het merk niet helaas. Wil je wat dragen? En gewoon een orthopedische schoenen. En een broek. En wat mag je niet merken? Een broek, een onderbroek. En een t-shirt, een sokken. Nogmaals, ik weet het merk niet, dus helaas. Ben je ooit lief geweest? Jazeker. Ben heel vaak. Met heel vaak en dat het niet uitkwam. Of dat degene niet wou of zo. Dus, ja. Maar als je dit ziet, dan denk ik van, het is op de camera. Dit is mijn oude kamer van vroeger. Hier heb ik alles mee bedacht. En nu waar nu ook te zwaar is om nu te gebruiken. Dus nou. Dan vragen we de volgende vraag: is, hoe lang ben je? Nee, goeie, heb je ooit iets gebroken? Nee. En ook dingen gebroken? Nog nooit. Nee, ik is het wel. Hoe lang ben jij? Ik ben 1 meter 82. Voor mij. Hoeveel weeg je? Ik denk 21 kilo, denk ik. Ik weeg. Ik ben 20 kilo weeg. Heb je tattoos? Nee. Heb je piercing? Nee, maar ik zou wel willen. Zou ik graag eentje in de tong willen? Maar als je zo vaak bij mij wil, dan zou ik een eentje in mijn neus willen. Niet zo, eentje in mijn neus. Of eentje in mijn tong. Dus, dan kan ik vaak zijn. Voor mij met mijn beperking. Wanneer heb je iemand wat laat? Heb je iemand wat laat aan een telefoon of een moeder? Of een moeder gisteren. Heb ik een tv-programma? Heb ik niet. Kijk, ben je geen tv meer? Of is het een Netflix of een serie? Het is, ik heb heel veel, kijk er op tv, of heel veel Instagram of YouTube. Dus ja. Mijn favoriete band. Ik ken het niet nog steeds. Iets wat je mist. Iets wat je mist. Is dat een vraag? Nee. Dat kun je niet. Ik heb wel. Of meer muziek wel, of toe wel eens een keer. Maar ik weet niet, mag ik wel. Ik weet je aan wat de situatie zit. Wat was een liedje? Het is Kensington van Let's Go. Ongeveer Let's Go van Kensington. Hoe oud ik ben? Ik ben 35 jaar. En dat is een sterrenbeeld, stier. Dat is een stier. Dat is een mijn vriendin. Dat is een kind van vriendin. Dat is lief, aardig, door zijn. Mag je nog een rustig doen, niet nog rustig zitten. Niet lopend en mooi lekker. Lekker. Adaptisch. Adaptisch figuur hebben. Kijk eens hier in beeld. Wat jij mee bedoelt. Het is lekker gestuurd lichaam. In de vrouw. Dat is mijn favoriete.
een jaar wat goeds ontvangen. Dat is vooral. Dat is dus allergische meisjes die jongen met mij is. Dat moet ik ook, die heb ik niet. Dat moet ik ook. Ik was ook een acteur, heb ik ook niet echt. Dat moet ik ook. Je was vroeger rood, steeds. Ja, de muziek was achter de muziek, alleen weet je. Alleen weet je, ja, dat is achter de muziek, alleen weet je. Dus, met andere met je hoort is. Waar ga je naartoe als je voorzitter bent? Voor? Dat is een goede vraag, ga je naartoe als voorzitter bent? En met je ronddraaien? En in de buurt of zo, wat ga je lekker doen? Dan doet je een liedjes bij jou. Dat is een vraag. Dan doet je dit doet bij jou. Best lang. Dan doe ik ook een keer in de week douchen. Omdat wij al geen energie heeft meer om zulke dingen te doen. Dan heb ik een woensdag. Niemand gaat ze weg. Dan duurt het best lang. Een uur of zo douchen. Dus als je in de tijd een stil is zo, dus een uur ongeveer. Hoe lang duurt om je ochtend klaar te maken? Half uur. Want ik moet eerst laat voelen, dan moet ik aankleden, dan moet ik wassen. In de stil is. In de stoel. Een beetje. Ben je ooit eens een psychisch gesprek geweest? Nee, nog nooit. Nog nooit. Oké, werk doen zou je nooit uitvoeren. Dat is een heel goede, ik weet het eigenlijk niet. Geen idee eigenlijk. De reden waarom je YouTuber bent begonnen. En YouTuber, leuke vraag. En de reden dat ik dus, ik krijg op YouTube bijna geen zorgen, dus in een rolstoel. En dat ik dan, ik ga toch in een rolstoel. En ik ga vloggen, dat is de reden weet je waarom ik dat niet ga doen, waarom ik dat nu ben aan het doen. Ben. Wat zijn je angsten? Heb je niet meer. Dus in de vorige video denk je dat je een tijd en in elkaar. De laatste ding wat je in het wat je aan zou maken. Gemaakt. Oh, voor de tijd. Gemaakt. Ja. Weet ik eigenlijk niet echt. Nee. Jongen, ik kom geen tijd nog eens. Mijn laatste boekje is gelezen, ja zeker. Als je eens mijn kind op YouTube. Dan moet wat trainingen. Als laatste video, als je boekje gelezen hebt en dan ook weer aan deze ben. Dat ik het programma gekeken heb, ik kijk geen tv meer. Ik kijk geen tv meer. Dat is de persoon waar je tegen praat, dat is mijn moeder. Ja, dat is mijn moeder. De relatie tussen jou en die zaken heeft gesproken. Als mijn ex zou het aan de boot zien. Toen een keertje heb ik wel in mijn relatie had. Dan komt pas weer graag nog een keer bezoeken. Jeetje, weet ik echt niet. Nee. Ben je wel heel benieuwd niet aan het bezoeken van steden eigenlijk. De laatste vraag waar je bent geweest. Jeetje, niet aan het plaats, maar wel het boekcentrum te rijden.
Hij kan vroeg, heb ik vroeg, zeker twee keer gegroeid. Maar dit is een jonge zachte. Van die toekenaar onder die. Als ik eerst zit, iemand heeft gekeerd. Zietje. Poepoe. Nou, dit is mijn ex voor mij, echte relatie had. Ja, maar vlek af zijn je mee. En de laatste, wat is de laatste keer dat je. Als je dat weer als je bent, ben je dus in één keer. Ik kon niet echt vaak beledigd. Ik heb ook iets te zoeken, zoek de smaak. Hoe weet je zoek de smaak? Wat bedoel je ermee? Geen idee wat je ermee bedoelt. Kijk. Lokken in een instrument met jongen, geen idee. Want ik kan geen instrument bespelen weer met een beperking. Als dit jaar wat je hebt, heb ik gezongen, geen idee. Ik ging ook niet echt. Dat is de slechtste oefening. Heilige ding. Hoe heb je ooit gebruikt? Dat heb ik ooit gebruikt. Weet ik niet. De laatste keer dat je kinderen hebt gelaten. Echt heel lang geleden. De laatste keer gebruikt dat ik kinderen heb. De laatste, wat? Moet je de volgende keer vragen. Wie moet de volgende keer deze vraag beantwoorden? Jeetje, nou, weet je wel een, het is Nintjes van Nina. Ik moet de volgende tekst volgende keer vragen beantwoorden. Dus ja, voor deze video een leuk, lekker lange video vandaag. Maar zeker een dikke vette. Duim omhoog, vergeet niet hieronder te abonneren als je niet meer op mijn kanaal. Zie ik hem ook al 8-7 uur nieuws op. Op deze avond nieuwe video op Instagram. En dan wanneer is morgen zondag een nieuwe video. Een nieuwe serie. Dat zeggen we al tot de volgende.